Hey kijkbuiskinderen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Ik ben Find the Creator en vandaag ben ik in de studio. Ik heb het een en ander wat ik vandaag wil gaan uitwerken met betrekking tot het kanaal. En het eerste wat aan bod komt, dat is geluk en persoonlijke ontwikkeling. Ook wil ik het een en ander gaan researchen met betrekking tot search engine optimalisatie. Met andere woorden, hoe vinden jullie mijn video's nou? Via social media, via Google Search of andere zoekmachines. En als laatste, ik ben vandaag voor het eerst begonnen met een, niet voor het eerst, want ik heb dit vaker gedaan, met een water fast. Dat wil zeggen dat ik de aankomende periode voor een gedurende tijd, ik heb het als doel minimaal 3 dagen tot 5 dagen, of misschien langer, maar in ieder geval tot 5 dagen, dat ik alleen water consumeer, wel 3 tot 4 liter ongeveer per dag, meer aan de 3 liter. En dat geeft het lichaam de tijd om te detoxen. Het is ontzettend healthy, het is ontzettend goed voor het lichaam. Ik zou zeggen, research it. Want een beetje detox kan mijn lichaam wel even gebruiken. En uiteraard is het heel goed ook om af te vallen. Maar dat is niet de primaire reden waarom ik een water detox, een watervast, te doen. Je kan ook dry fast, dat wil zeggen dat je helemaal geen vocht binnenkrijgt. Maar dat vind ik een beetje meer risico van het vak. Nee, water. Je lichaam kan prima 30 dagen of langer zelf zonder water of zonder voeding functioneren. Dus Find the Creator is vanaf vandaag bezig met een water fast. En ik zal je op de hoogte houden hoe het gaat in mijn dagelijkse vlogs. Ik moet aan de slag. Zie je zo. Dus ik heb al heel wat werk nu verricht. Ik zal je heel even laten zien wat ik in de studio nu aan het bouwen ben. Het wordt een speciaal hoekje waar ik opnames ga maken. Dus hier heb ik een mooie backdrop die ik aan het bouwen ben. Hier heb ik mijn stoel. Daar komt een tafel. Ik ga naar de IKEA. Dus ik ga richting de IKEA om een mooie tafel te kopen die prachtig past in deze hoek. Ik zou zeggen, kom lekker gezellig mee. Nou, heb ik het geluk dat die IKEA letterlijk 2 minuten van de studio verwijderd is. Dus het is een hele korte trip richting de IKEA. En dan gaan we in de rommelhoek kijken of we een mooi plankje en een aantal mooie poten kunnen vinden. Ik sta nu lekker buiten voor het kantoor. En het heeft natuurlijk de afgelopen 2 dagen ontzettend lopen waaien. Vandaag waait het nog steeds. Maar het is al wat rustiger geworden. Ik moet heel even vanuit mijn auto het een en ander nog naar binnen gooien. Want we moeten natuurlijk wel een beetje plaats maken voor die tafel in de auto. Dus we zitten lekker in de auto. En we gaan naar de IKEA. Die letterlijk 2 seconden hier vandaan is. Dat is wel mooi. Als ik je zeg, de IKEA is één van mijn favoriete winkels. Naast de Praxis. Ik wil niet zeggen de Gamma, ik ben echt een Praxis jongen. Is IKEA een van mijn favoriete winkels. En met name de Rommelhoek, waar ik altijd iets leuks scoor en ook vandaag weer iets leuks ga scoren. En ja hoor, wat ik al zei, we zijn amper het pand uit en kijk wat we daar in de verte hebben. De IKEA van Amsterdam Zuidoost. Lang leven de IKEA, tralalalala. We zijn bij de ingang. En we rijden naar een mooi plekje. Om uiteindelijk te parkeren. Je moet hier in de parkeergarage heel goed opletten. Want mensen rijden hier alsof ze net hun rijbewijs hebben gehaald. Ik ook uiteraard, want ik heb de camera in de hand. En dat is ook natuurlijk niet de bedoeling. Maar we hebben een mooi plekje gevonden. En we gaan lekker... Nee, ik zit er toch hier neer. Mooi lekker strak indraaien. Lekker strak indraaien. Oh! En dan zijn we gearriveerd bij de IKEA. We gaan naar de Rommelhoek. En we lopen richting de ingang. We zijn nog vroeg, dus ik heb genoeg tijd om rustig te kijken. Maar heel veel tijd zal ik niet in beslag nemen, want ik wil toch echt mijn studio af gaan maken. Op mijn opnamehoekje. Dus ik ga rechtstreeks richting de Rommelhoek. Ik zoek naar een plankje ongeveer 80 centimeter bij 1 meter. Dat moet fungeren als tafeltje. En die gaan wij vinden in de Rommelhoek. Dit zijn dan weer de welbekende trappen, hè? Van IKEA. Vooral als je met name in dit filiaal je zaken doet. En voor de mensen die denken dat ik door de hele winkel heen loop. Nee, nee. We gaan gelijk hier linksom
de trap af richting de tweede afdeling. En als we daar beneden zijn, dan pakken we een aantal extra shortcuts. En dan gaan we eigenlijk al richting de kassa's. Dus, let's go. Het mooie ervan is, ik ken heel IKEA uit mijn hoofd. Dus mocht het zijn dat ik echt gericht iets nodig heb vanuit de winkel, nou, dan ga ik daar direct naartoe. Maar nu moeten we eigenlijk zo snel mogelijk richting de kassa's. Ja, de keukenafdeling waar ik nu loop is toch wel een afdeling met heel veel verleidingen. Leuk. Ah, ik moet eigenlijk ook wel... Ja, dat zien we de volgende keer wel. Kijk, hier is de shortcut. Dan komen we bij de schilderijen. En als je bij de schilderijen bent, ben je bij de planten en ben je bij het magazijn. Ik moet ook wel wat achtergrond of wat decoratiestukken in beeld brengen. Maar het ging me eigenlijk vandaag wat meer om de tafel. En qua decoratie moet ik nog heel even nakijken wat ik daar leuk voor vind. Kijk, we zijn in het magazijn. En daar hebben we de rommelhoek. Ik score altijd wel wat hier. Maar één ding wat ik helaas verzuimd heb om te doen. Dit is een leuke meubel. Deze heb ik ook in mijn studio staan. €25 nu. Die heb ik ook thuis staan. Die kost nu €25. Dat is een mooie afprijzing. Maar ik moet heel even focussen op dat wat ik hier kwam doen uiteraard. Wij zoeken een mooie plank. Ik ga heel even focussen. Dus zoals je ziet loop ik met iets onder mijn armen. Ik heb in de aanbieding voor nu €15 een heel mooi tafeltje gevonden. Ik ben eigenlijk niet helemaal tevreden, want ik had hem graag iets breder gehad. Maar hij is wel van lichte kleur, wat weer sfeer geeft in de setting. Dus ik ga deze meenemen. De tafelpoten laat ik hier helaas achter, want ik heb niets gevonden wat goedkoop genoeg was. De poten van €2,50 zijn niet in hoogte verstelbaar. Nou ja, maximaal 70 centimeter. En gezien ik niet als een dwerg aan tafel zit, heb ik toch een beter onderstel nodig. Dus dat gaan we zelf in elkaar zetten. We gaan betalen. En ik ben de eigenaar van een trotse nieuwe opzet tafel. Let's go home. Voor heel veel mensen is dit het moment om richting de hotdogs te gaan. Die sla ik lekker over, want daar heb ik niet zo'n trek in. Wij gaan richting de uitgang, maar voordat ik weg ga, ga ik heel even naar het toilet. Want het stuurt wat makkelijker met een lege blaas. Zo, de behoefte is gedaan. We gaan nu richting de auto. En dan rijden we weer 2 minuten terug naar de studio. Eerst had de IKEA hier 2 ingangen. Nu hebben ze er 1 ingang van gemaakt. Ter informatie. Je kent die mensen toch die al die ins en outs weten van elke winkel. Ja, ja. Find the creator. En hier ergens moet mijn auto zijn. En ik ben niet een van die mensen die niet weet waar hij geparkeerd is. Alhoewel ik ook een vast soort van vaste plek hier heb. Maar dit keer was het een beetje te druk in die straat. Dus we hebben hem maar ergens anders neergezet. Maar kijk, we zoeken naar mijn auto. Ha. Laat me aan de kant gaan. Oké, hier moeten we ergens richting rechts. Ah, kijk hem daar. Ja, ja. Kijk, mijn BMW. We gaan inpakken. Weet je, vroeger moest alles van wat ik kocht nieuw zijn, soort van. Tegenwoordig moet je echt je koopjes, blij zijn met je koopjes. Want het is uiteindelijk gewoon echt het beste. We gaan even inpakken. Jee. Hoppa. Op zoek naar de uitgang, van hier linksaf. Natuurlijk komt er een auto. Irritant doen. Dus we zijn weer terug op de parkeerplaats en we gaan lekker naar boven. Daar hebben we onze nieuwe aanwinst. En we zijn, oh ja, verkeerde etage. Absoluut de verkeerde etage. Dan gaat als eerste deze naar buiten. Want die zat nog in mijn auto. Dan pakken we deze erbij. En die zetten we hier neer. Ja, ja, met 1 of 2 stel handen. Het is het 1 stel of 2 stel. Moet je aardig heen en weer schuiven hoor, om je ding gedaan te krijgen en ook nog vloggen. Maar dat maakt niet uit. We zijn creatief zat. Oef. Zo. Deurtje open, deurtje dicht. Dit deurtje is weer open. Dit onderdeel ook zo. En we zijn weer in
Find the Creator Studios. Goed, al met al een hele leuke productieve dag. Ik heb kunnen werken vanochtend aan mijn strategie voor mijn kanaal. Ik heb een heel mooi stukje gebouwd in de studio. Voor videoopnames. Ik heb een tafeltje gehaald bij de IKEA. Waarvan ik de poten nog moet kopen. Dus die gaan vandaag niet kunnen installeren. Ik denk dat ik de vlog ga afsluiten. Ik weet al zeker dat ik de vlog ga afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik ben Find the Creator. Ik maak dagelijks leuke content voor YouTube. Volg mijn kanaal, blijf op de hoogte door te subscriben met het belletje aan en dan krijg je altijd mijn leukste content binnen. Bedankt voor het kijken en ik zie je bij een volgende video. Bye bye!